onze inkomsten uit de meest belangrijke sectoren, die hebben wij niet. We hebben geen inkomsten uit Nieuwmond. We hebben geen inkomsten uit Staatsolie. We hebben geen inkomsten uit IM Gold. Allemaal zijn verpand. Allemaal zijn gesedeerd. De gelden gaan naar andere bedrijven en instituten of naar het buitenland. Ze komen niet in de staatskas. Vergeet u niet dat de regering, de vorige regering, een overeenkomst getekend had voor 25% salarisverhoging. Dat betaald is met TWK tot en met juni van dit jaar. Vergeet u niet dat er een tweede overeenkomst getekend is door de vorige regering met CLO voor 50% salarisverhoging met ingang van 1 oktober. En daarnaast hebben we nog zoveel andere overeenkomsten waar wij als nieuwe regering aan gebonden zijn. Je kan er niet afkomen. En dat moet je ook allemaal betalen. Onze juristen kijken welke van de overeenkomsten nog herzien kunnen worden. Maar als er zulke overeenkomsten waar je als staat zodanig aan gebonden bent en zelfs boete moet betalen als je die overeenkomsten niet uitvoert. En zo een voorbeeld van het project is bijvoorbeeld het baggerproject waarbij we als staat nu als regering 70.000 Amerikaanse dollar per dag, hoort u het goed? Per dag aan boete moeten betalen. Waarom kijkt de regering naar 2 miljard? Dus vanwege die 550 miljoen bond die we hebben en die 125 miljoen Oppenheimer 2 lening zit je al op 675. Betaal je al zoveel rente? Die 125 miljoen Afubaka Dam lening, daar is ongeveer 13% rente per jaar. Die 550 miljoen is meer dan 50 miljoen US dollar rente per jaar. Oktober, aanstaande oktober, moeten we meer dan 26 miljoen US dollar alleen aan rente betalen voor die 550 miljoen bond. In december moeten we meer dan 6 miljoen US dollar aan rente betalen voor die 125 miljoen. Van waar moet dit geld komen? We hebben dit geld niet. Al die maatregelen, ik kan u zeggen, al die maatregelen die we nu treffen, dat pakket aan maatregelen, die zeer korte termijn, en dat breed pakket aan maatregelen, in een losse crisis op. Echt waar. Daar kan de minister van Financiën met tijdlijn, aan de hand van de inkomsten, laten zien dat in een mopoete. Natuurlijk, je door een balans, in een financiële huishouden, dat je salarissen kan betalen. Maar dat is salaris voor ambtenaren alleen. Wie kijkt naar die salarissen van de mensen die in de particuliere sector zitten? Wie kijkt naar jullie salarissen? Wij moeten niet alleen kijken naar die salarissen van die ambtenaren die daar betaald kunnen worden. Als wij weten, 1, dat die rente zo hoog is van die 675 miljoen. Hou dat vast, 1. 2, als we nu weten dat juist door deze leningen, met name die 125 miljoen lening, heel wat inkomsten van jou in pand zijn afgegeven. Houd dat vast. Vergeet niet dat staatsolie, ja, ons staatsolie ruim 600 miljoen aan schuld heeft. Tel dit even op die 675. Begrijpt u welke richting wij denken? Dat als wij als land in staat gesteld zouden kunnen worden om al deze leningen af te kopen, dan heb ik 1. Op jaarbasis een enorme verlichting voor wat betreft die rentebetaling. 2. Als staat heb ik weer inkomsten. Als staat ga ik weer inkomsten krijgen die nu allemaal geblokkeerd zijn. Door middel van allerlei collateral deals die gesloten zijn. Zo moet je zien, 1. Waarom we een groot geldbedrag nodig hebben. Maar we hebben ook geld nodig om het land te ontwikkelen.